ruikt lekker fris. Ja, heerlijk hè? Ja. Echte ouderwetse dettel met water. We mengen een mooi wit kleurtje. En het ruikt heerlijk. Adi en haar collega Jeannette bestieren weer hun vaste plekje op de vierde verdieping van de V&D. Het voormalige warenhuis heeft een tijdelijke invulling. Pop-up winkels, zoals een autoshowroom, een kledingzaak, kleinere winkeltjes en de Laplace. Nou, ik heb hier dus de laatste weken mee opgeruimd. En toen hoorde ik dus dat van de inhoud kwam. En zo ben ik via zijn we dus achtergekomen dat het weer open ging. En toen dacht u, dan willen wij ook alweer terug. Ja, ik vond het heel leuk, ook sociaal contact en met de vaste klanten en personeel. Maar ja, mist u het? Heel erg, ja. En ook de Bossenaar in Hoge Nood miste de vaste plasmogelijkheid. Ja, die routine, hè, even naar V&D, even alles bekijken en dan hebben we het weer gehad. Hè. Ja. En dan ook even naar de wc kunnen. Ja, als het kan wel, ja, dat was ook wel fijn. Beleppen via allebei rollen? Ja. En dat wordt natuurlijk meteen in orde gemaakt. Het is toch een beetje nostalgie dat je er weer bent. Kom u uit nostalgische overweging of moest u gewoon? Ik moest gewoon. Opgelucht de deur uit voor een luttele 30 cent. Zeg, het ziet er denk ik picobello uit, hè? Ja, je mag gaan kijken, hè? Dus zou zeggen, wat u gaat, jongen. En inderdaad, er was niks te klagen.